De gemeente Lelystad gaat volgend jaar voor bijna 6 miljoen euro bezuinigen en besparen. En het bedrag loopt de komende jaren op tot 11 miljoen euro. Vanaf 2022 gaat de onroerend zaakbelasting omhoog. Blijkt allemaal uit de begroting die de gemeente vandaag heeft gepresenteerd. En daar was onze verslaggever Richard Schuurman bij. Richard, klinkt als een forse bezuiniging, een forse problemen. Gaat het zo slecht met Lelystad? Nou, Lelystad gaat morgen niet failliet. Dat is geruststellend, maar ze hebben wel financiële problemen. Dit jaar komt het tekort op de gemeentelijke begroting waarschijnlijk uit op zo'n 5,5 miljoen euro. Maar dat schiet de komende 4 jaar omhoog naar zo'n 10 miljoen euro per jaar. Zelfs bijna 11 in 2023. Een van de factoren zijn de stijgende kosten voor de jeugdhulp. Steeds meer kinderen die daar gebruik van maken. Maar op andere punten zijn er gewoon tegenvallers op de gemeentelijke begroting. En dan wijst de gemeente Lelystad en wethouder John van der Heuvel toch vooral naar Den Haag. En het Rijk dat minder geld beschikbaar stelt voor het gemeentefonds. We komen tekort omdat het Rijk minder geld geeft. Dat is de grote oorzaak. Daar is niet alleen via het gemeentefonds, waar we natuurlijk meelopen met Rijksuitgaven. Rijk geen uitgaven, gemeente minder geld. En aan de andere kant zien we natuurlijk dat we nog steeds tekorten hebben op die decentralisaties die we van het Rijk gekregen hebben met een efficiëntiekorting, bezuiniging. Dat is dan de jeugdzorg, dat is de WMO, hè, de wet maatschappelijke ondersteuning en de arbeidsmarktparticipatie. Ja, klopt. En bij de een valt het zwaarder in te vullen dan bij de ander. En met name bij de jeugdhulp zien we natuurlijk dat er nog steeds kortingen vanuit het Rijk zijn op het budget. En we zien aan de andere kant de kosten omhoog lopen. Dus de lijntjes komen niet echt bij elkaar. Ja, dus moet er worden bezuinigd, Richard. Waar gaan de klappen vallen? Nou, het college geeft in de begroting voor de komende jaren aan dat ze hebben gekeken naar zorgvuldige manier van bezuinigen en wilden vooral geen onomkeerbare besluiten nemen. Dus niet het theater dicht of de bibliotheek of het zwembad, zoals je in veel andere gemeenten ziet. Ze hebben gekeken naar bezuinigen, naar besparen en het kijken of ze ook extra inkomsten kunnen krijgen. Kijk je dan naar de bezuinigingen, dan is bijvoorbeeld de gemeentelijke organisatie zelf aanzet. Die zullen zo'n 7,5 ton uiteindelijk moeten opdragen. Dat kan ook zijn met het verlies van banen. Belangrijk punt, de wet maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Die moeten oplopend bezuinigd tot 7,5 ton gaan opbrengen. Maar daar gaat eerst nog een onderzoek naar gebeuren. Hoe dat uiteindelijk het beste kan zonder dat je mensen die kwetsbaar zijn en thuis hulp krijgen daarin gaat raken. De gemeente gaat ook geen inflatiecorrectie meer doorberekenen naar bijvoorbeeld leveranciers of instellingen die subsidies krijgen van de gemeente. En dat scheelt uiteindelijk 1,6 miljoen euro aan uitgaven per jaar voor de gemeente. En de bibliotheek, ik noem hem al even, die moet toch bezuinigen tot een ton per jaar of in 2023. Je zei al extra inkomsten binnenhalen. Hoe denkt de gemeente dat te gaan doen? Nou, de grootste klapper is eigenlijk een soort boekhoudkundige klapper. De gemeente moet buffers aanhouden om in geval van tegenwind, van tegenvallers, reserves achter de hand te hebben. Daar halen ze wat af van dat zogeheten weerstandsvermogen. En daar gaat volgend jaar al 4 miljoen euro uit om in ieder geval andere tegenvallers te kunnen opvangen. Vanaf 2021 gaan toeristen die Lelystad aandoen toeristenbelasting betalen. Wie een hond heeft, die betaalt vanaf volgend jaar al hondenbelasting extra. En het O-woord is gevallen, de onroerend zaakbelasting gaat vanaf 2022 voor het eerst in jaren wat omhoog. Maar, zegt wethouder John van der Heuvel, dat is een beperkte stijging en die wordt weer op een andere manier gecompenseerd. 10 euro per jaar gemiddeld. Per huis? Ja. De gemiddelde WOS-waarde in Lelystad van een woning is 325.000 euro. Als je daar 3% OZB-verhoging op loslaat, is dat ongeveer 10 euro per jaar. En dat is gelijk aan het bedrag wat je bijvoorbeeld op de rekening van het waterleidingsbedrijf Vitens ziet staan voor het doorbelasten van de Precario. Maar die gaat er weer af in 2022, dus onder de streep zou het de burger niet extra gaan kosten? Nee, klopt. Onder de streep qua woonlasten is die dan neutraal. Ja, heeft Lelystad de zaken dan daarmee weer op orde? Ja, uiteindelijk dus wel, hè, aan de knoppen draaien en dan lukt het weer om de begroting redelijk op orde te krijgen. Waar John van der Heuvel op hoopt is dat er tussen het Rijk en de gemeente, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
afspraken te maken zijn dat zij niet constant het ene jaar minder en het andere jaar meer geld krijgen van het Rijk. Want dat maakt het zo lastig om voor gemeenten hun begroting op te kunnen stellen. Daarover is gesproken ook in de Tweede Kamer. Daar moet een oplossing gevonden worden samen met de gemeente. En als dat lukt, dan zou het misschien na 2020-2021 wat minder ernstig kunnen worden voor Lelystad. Richard Schuurman, dankjewel.